Ja. Nou, als je het nieuws een beetje gevolgd hebt, jongens. De grenzen gaan weer dicht. Dus we zijn weer af bij het begin. Hoe dan? We zouden toch één Europa, één munt. De grenzen gaan dicht. Ik zal je vertellen waarom al die grenscontroles weer gaan komen, mensen. Dat heeft niks met de instroom van illegale te maken. Want dat is waar ze het op gooien. Tegenwoordig gooien ze alles op illegale. Oh, mijn fiets is gejat. Ja, dat heb die asielzoeker gedaan. Ja, het is wel goed. Ja? Wil die asielzoeker niet binnen, dus we gaan de grenzen weer dichtgooien. Het is wel goed. Heb je wel eens nagedacht over dat een pakje sigaretten hier 20 euro kost en in Duitsland 10 euro? Zou daar niet iets mee te maken hebben? Dat ze weer controle willen? Ik bedoel, al mijn vrienden, al mijn kennissen, die kopen nu hun sigaretten in Duitsland. Ja, die kopen hun drank in Duitsland. Die tanken hun tankie in Duitsland. Ik denk dat we weer naar een gesloten Europa gaan. Europa is straks niet meer één. Want er zijn gewoon landen waar ze nog wel normaal omgaan. Met hun onderdanen. Ja? Waar ze nog wel normale prijzen rekenen. Ja, het is natuurlijk ook wel heel gunstig om ons te verbieden vuurwerkpakketjes te kopen daar in Duitsland. Als we hier een algeheel vuurwerkverbod hebben, straks. Hè? Het komt allemaal weer net te goed uit voor die overheid. En op het moment dat hun alles open willen, dan moeten wij met z'n allen accepteren dat alles open gaat. Dat we een euro krijgen. Ja, dat we onze paspoorten niet meer hoeven te laten zien bij de grens. Het is allemaal gedicteerd. Het wordt allemaal opgelegd door onze overheid. En oh wee, als het hun even niet uitkomt, jongens. Dan moeten we alles weer terugdraaien. Dus raak niet te veel gewend aan dingen. Want je wordt alle kanten opgestuurd. Door de overheid. In ons vrije land. Ja, je bent vrij, zolang je maar aan de regels houdt. En die regels, mensen, die krijgen we steeds meer. Ik kan ze allemaal niet meer onthouden. Dus ja, ik ben vrij. Ik ben heel vrij, jongen. Ja? Ik heb dit weekend, als ik zo even heel snel tel, heb ik al 10 regels overtreden. Waardoor ik mijn vrijheid kwijt zou kunnen raken. En daar heb ik nog niet eens een misdrijf gepleegd. Wat de krant haalt. Maar tegenwoordig is alles een misdrijf, mensen. Zometeen op je fietsje, naar de bakker fietsen. Ja, moet je al uitkijken dat je aan de procedures houdt van de overheid. Ja? Zodat je niks fout doet. Dat je beboetbaar bent. Ja, ik vind het niet normaal. Ik voel mij niet vrij. Wat is het straks? Moet je straks een t-shirt aan op de fiets? Moet je straks gele schoenen aan, omdat je anders niet opvalt op de fiets? Puttegod, man. Ik vind het doodeng worden. En dan zeggen ze, ja, maar we zijn zoveel mensen straks. Er moet een regel zijn, anders komt er chaos. Nou, voor mij is het al één grote chaos. Al die pleurisregels van de overheid is voor mij één grote chaos. Hou het simpel, ja? Heb respect voor elkaar. Doe niet bij een ander wat jij niet wil, wat bij jou gebeurt, ja? En communiceer met elkaar. En laat die overheid een beetje links liggen, jongens. Kies je eigen weg. Want hier wordt niemand beter van, gelukkiger van, rijker. Je wordt alleen maar armer ook. Want ze nakken ook nog je geld. Het is wat met die gasten. Koop straks even een mooi vuurwerkpakketje over de grens bij Emlichheim. Ja? Want vuurwerk Emlichheim, mensen, staat voor jullie klaar. In deze donkere tijden. Oes, ik hou van jullie, hè? Ik baal hier niet van. Ik vind het fijn om erover te praten. Ik vind ook dat we erover moeten kunnen blijven praten. Maar alsjeblieft, mensen, denk een beetje mee met jezelf. In plaats van dat je alles laat opleggen door die overheid. Want Nederland wordt er echt niet gezelliger van, hoor. Echt niet. Oes.